We zijn weer een paar blokjes kwijt. Oh, 1, 2. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we een superleuk idee. Ja. Want normaal spelen we heel vaak gewoon voetbal. Klopt. Maar vandaag gaan we onze voetbal een beetje anders aanpakken. Een beetje maar. Een beetje. We gaan onze voetbal veranderen, transformeren naar een Lego voetbal. Oh, damn. Dat is wel cool, denk ik, toch? Ja, als het lukt. Als het lukt, inderdaad. Goeie tape. Dus voor hoeveel likes gaan we? We gaan voor 15.555 likes. 15.555 Lego. Blokjes. Blokjes. Likes. Zoiets. Ja. Dus wat hebben we nodig? Heel veel Lego, een voetbal en tape. Yes. En ik ben wel benieuwd naar het resultaat. Begin eraan. Heel veel succes. Bram heeft het nog gedaan. Kijk. Ja, precies. Wauw. Mooi. En het is echt top tape, want je hebt geen schaar nodig. Over wat gaan we praten? Oh. Hoe gaan we deze video vullen? Tape. De bal begint al vorm te krijgen. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Dit zijn dus de kleurrijkste Lego's. Oh, klasse Anna. Echt waar. Goed gedaan. En we gaan beginnen met de bal te versieren. Ja. Oh. Oh. Je kan het er ook gewoon op hangen dat het mooi is. Hè. Anna, doe je best. Zoals Celine. Zo. Doe zoals Celine. Wees zoals Celine. Nee, niet doen, want dat gaat blijven plakken. Nee, ik krijg het niet af. Anna! Okay, Anna vindt het veel te leuk. Anna, dit is een bloedserieuze challenge, hè. Oh, ja, die kleintjes moet je niet gebruiken. Dat ben je morgen nog. Oh no, wie heeft die zak erop hangen? Anna! Oh, Anna, als je nog één keer iets dom doet, vlieg je uit de video, hè. Oh. Het begint wel vooruit te gaan. Ja. Kijk, veel kleur. Ja, we komen er. Goed bezig, iedereen. Oei. Mooi, mooi, mooi. 1 hour later. Oh, check it. Ja, het is de Lego af. Voetbal is af. Het is echt goed gelukt. En hier hè? Is hij. Nee, het is echt mooi. Hè? Ik heb een leuke vraag voor de video. Oké. Okay. Hoeveel Lego blokjes hangen er op de bal? Oh. Wat denk je zelf? Ik denk rond de 500. Oh, ik zou iets minder zeggen. Zo 350 misschien? Alright, droptest. Ben je klaar? Ja, ik We gaan al. Laag beginnen. Okay. 3, 2, 1. Oh! Oh! Alles hangt er nog aan. Ja, alles hangt eraf. Oh nee, eentje! Oh. Eentje eraf! Yeah. Eentje! Oh, wauw, wat een bal. Ik denk dat we reclame moeten maken voor die tape. Ja. Tijd voor een nieuwe challenge. Anna, die gaat de bal. Hoog houden, jongleren. Oh, doe maar, Anna. Oh, 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 oh. Zijn je voeten kapot? Ja. Jij was wel de persoon die het luidste aan het roepen was, hè? Toen we vroegen wie wil de bal hoog houden. Tijd voor een nieuwe test. Met de Lego voetbal. Oh, dit beeld is wel echt episch. Ziet er goed uit, net zoals jou. Oh, oh. Slim. Heb ik extra punten verdiend nu? Beetje. Beetje, oké, oké. Maar de pastest. Oké. Okay. Oh, oh, ik hoor daar van alles. We zijn weer een paar blokjes kwijt. Oké. Okay. Maar die hangen we terug, hè? Ja, ja. Onze ja. Super tape, die houdt dat. Die daar? Nee, ik denk die hier. Oké, okay, succes. Ik ga de bal proberen in mijn nek leggen. Oh, dat gaat pijn doen. Ja, dat gaat wel pijn doen, denk ik. Damn, het is wel echt heel mooi, hoor. Oké, okay, doe maar. Je kan het. Als die op mijn hoofd valt. Oh. 3, 2, 1. Hop. Mooi. Oh, nee. Oh. Nice. Het gaat lukken. 3, 2, 1. Oh. Oh! Oh, oh, mooi! Oké, oké. Zou ik hem op mijn hoofd kunnen leggen? Ik denk het wel. Ja? Ja. Oh, ik voel al die blokken drukken in mijn voorhoofd. Ja. Mooi hoor. Nu een dansje. Wow, mooi. Fiesta. Samba. Maar de vraag is, wie durft daarop te koppen? Bram krijgt 10 euro als hij het doet. Oké, okay, ik ga gooien. Oké, okay, voor 10 euro. 3, 2, 1. Oh! Oh!
Ik hoor recht zoeken. Ja. Oké, maar je hebt 10 euro verdiend. Mooi. Geen blokjes in mijn hoofd, hè? Ja, hier zit er nog een Lego blokje in mijn hoofd. En nu is het tijd voor de officiële Lego Voetbal Champions League Challenge. We zijn met 4 deelnemers. We spelen wedstrijdjes 1 tegen 1. 1 doelpunt om de wedstrijd te beslissen op dit prachtige terrein, gevuld met Lego. En natuurlijk is er 1 twist. De wedstrijd die gaat door op blote voeten. Let's go. Celine en Anna, die staan hier op hun blote voeten. Wat doet echt pijn. Doet het pijn? Ja, nee. Echt wel. Nee? Nee, ik ben nog Anna is favoriet voor deze wedstrijd. Ja, precies. De eerste halve finale tussen jullie twee, de andere tussen Bram en mezelf. En ja, de winnaars die spelen in de finale. En die winnaar die heeft een straf voor de 3 verliezers. Wie als eerste scoort, wint. De wedstrijd begint in 3, 2, 1, go! Oh! Oh. Ah. Oh. Ziet er pijnlijk uit! Oh, oh, oh! Alles wordt kapot gemaakt! Ah. Oh! Spannende wedstrijd. Oh, Celine is kapot aan het gaan. Hak je. Oh, 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 oh. Hoe is het bij je voeten gesteld? Echt, ja, het is wel echt pijn. Maar je gaat naar de finale. Ik raak die bal niet meer aan. Oei, waarom niet? Dat doet te veel pijn. Oh, en was jij niet de persoon die daarnet zei, het valt wel mee? Ja. Volgende wedstrijd tussen Michiel en Bram. Heel veel succes in 3, 2, 1, go! Oh, damn. Ouch. Oh. Ik denk dat ik heel duidelijk ben. Mijn voeten zijn ook dubbel zo groot als die van jullie, hè. Ik voel veel meer. Oh, oh, de beweging. Oh, oh. Go on. Onze eerste kandidaat voor de finale, Michiel. Tegen Celine. Heel veel succes allebei. 3, 2, 1, go! Oh, Celine heeft bij de bal. Oh! Wow! Het is al gedaan! Het is al gedaan! Oh, een teen is aan het bloeden. We zitten met een gewonde. Maar ik heb gewonnen. Daar doen we het voor. En voor alle duidelijkheid, doe het thuis niet na. Op eigen risico. Ja, op eigen risico. De content die jullie nu gaan zien wordt superleuk, maar wij raden niemand aan om dit na te doen. Enjoy. Oké, ik heb een straf voor jullie. Ja? Oh no. In de Lego-blokken 3 keer jongleren met de Lego-bal. What the hell? Dat is toch niet normaal? Die is niet eerlijk. Ga jij beginnen? Kijk! Oh. Alla, doe het stiekem echt graag. Ja, doe maar. 1, 2, 3. Ai! Ah, die voeten, man. En ondertussen is Bram het extra moeilijk aan het maken voor Michiel. Wanneer je denkt dat je echte vrienden hebt. Kom op. 1, 2, 3. Ah! 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 Dat is echt hard. Oh ja, mijn voet ligt ook open. Kom op, hè, Bram. Oh-oh. Ai, 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 ai. Oh, 1, 2, 3. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Oh, een velf. Ja. Michiel is weg. Michiel is weg. Oh, damn. Celina roept. Maar het komt goed, hè? Ja, zeker. Het komt ervan als we zo'n challenge doen. Je wordt doen. Daar sterker van. Ja, van. Oké. Gisteren was iedereen gewoon geblesseerd. We zijn meteen naar de EHBO gegaan. We hebben onszelf goed verzorgd. Maar nogmaals, doe deze challenge thuis niet na. En als je het echt wil nadoen, is het op eigen risico. En we hebben nog een leuke vraag voor jullie. Want jullie kunnen reageren onder deze video met wat we de bal de volgende keer moeten volhangen. Deze keer waren het Lego-blokjes. Volgende keer misschien... Fidget Toys. Fidget Toys, ja. Of iets anders. Hopelijk vonden jullie dit een superleuke video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Peace. Ik ga nog 1 keer koppen, denk ik. Uh-oh. Met mijn pet. Voel ik niet. Wauw. Oh.